Hey, die we net zagen. Dat is de GTST lore match. En we gaan dit dus... GTST lore match. We gaan dit dus op de main stage. Loopt heel hoe gaat die tune ook alweer van... Ja, dit is goede tijd, dus slechte tijd. Ik ken het ook gewoon, dit is gewoon erg. Ik doe het niet. Ik doe het zo in die aantje. Ik ken die tune gewoon. Mid dat mag gewoon coaching, niet. Mid-match coaching, in de regels mag het niet. Mid-match coaching, mid-match coaching. Damn bro, ik moet gewoon die trofee aan jou veranderen, man. Damn, dat was het. Action Paction, de namen mogen alleen andersom. En dan hebben we... Tenzij Action Paction opeens een keys heeft opgebouwd in een paar minuten. En Pika denkt, weet je wat? We doen tiebreaker match. Jij pakt mijn character, ik pak jouw character. Dit is go. Weer best of drie dus? Ja, dit is shit, best of drie. Shit, dit is mad hype, man. Dit is echt zo'n soort van... Deze intro is wel sick. Alternate universe match. Hij is wel echt van de grootste. Wat was er gebeurd als, weet je wel? Crazy, man. Tiebreaker, het staat er ook gewoon op, hè. Oh, de hype. Chat. Let's oh my go. Goodness. Salt mashup, guys. Salt mashup. Ik zeg je nu al, deze twee guys zijn allebei niet blij dat ze dit moeten doen. Nee. En dat maakt de meest leuke matches. Oké, de onderdoor. Ik vraag me af of Derek nu. Wauw! Nice mid parry van Pika. Dat was een hele mooie parry. Leuk voor de street, hè? Die parry van Gies is ook... Die parry van Gies is heel moeilijk input, hè. Dat is een halve cirkel. Oh, damn. Het is niet twee knopjes drukken naar beneden. Ja, ziek hoor. Dus dan weet je echt zeker dat die komt. Als je die mid parry doet. Dan gooi je die zomaar even eruit. Oh, de shutdown van die race. En de down jab. En het setup. Dave 1-1. Hij doet het weer. Hij doet weer die in-air shibuken. Dat is zo dope om te zien. Die mileage op die stuff, op blok, is super hoog, man. Hij raakt hem echt enorm vaak. Maar hij doet het ook vooral in end-of-round scenarios, weet je. Dus het is ook... Het is niet zo van, oh, hij is een flowchart player, hij doet wel hetzelfde. Hij let wel echt op de sfeer, zeg maar. Van, oh ja, nu gaat hij willen drukken, weet je wel. En het is wel awareness. Ja, zeker. Bam! Wordt daar wel door geraakt. Mooie step daar. Lekker. Nice launch. Oké, Derek. Nice! Oh, the whiff punish. Goed gedaan, man. Hij heeft geleerd van vorige ronde. Goeie voorsprong hier. Oh, plus frames. Komt er nog een parry van Gies in de rug. Wow, pressure voor Derek. Maar daar heb Poekens. Ze houden hem op afstand. Tweede hit. You can't be doing that, bro. Oh, hij dropt hem. Oh mijn god. Wow, pressure voor Gies. Allebei rage. En een AOP hopkick. Hij had daar waarschijnlijk ik weet niet eens hoe die raakte. Ja, ja, ja waarschijnlijk bukte hij. Ja, ja, ja. Zou kunnen, ja. Oh, Derek, wat doe je? Geen punish. Op die stagger low block. Alright, Rip Poeken. Goede lead al voor Gies hier. Kijk, zo wil je ronde beginnen, weet je. 10 seconden. Je hebt nog gewoon een flinke bite. Oh, counter it. Oh, counter it, confirm. Escape en dan gaat het eerste heel specifieke escape. Had hij, kunnen opten voor een wallbreak daar of koos hij express ja, daar? Ja, back 4-4 zou hem misschien breken, maar het was wel zijwaarts though. Moeilijk te zeggen. Size 3 en de wall pressure van Gies. Mid versie, goed geblokt, maar hij gaat onder die high door. Nice, mooie confirm, daar gaan we goed verder. Is dit hem? Ja, dit is hem. Netjes! Goed gedaan, Max. Heel netjes afgemaakt, moet ik zeggen. Gaat voor de ground throw. Clean. Timing lukt. En Pika alweer op weg naar een 1-0 voorsprong. Wordt dit een repeat van de coaching match? Maakt het allemaal niet uit uiteindelijk. Dat is een extra harde los. De GTST-drama wordt de ene wil de crushen en de andere trade. Allebei launcher ook echt. Oké, over die low heen. Oké, goede read van Action Passion. Hij kan naar de muur kijken wat hij ermee kan doen. Nee. Hij is niet dood, maar... De Okies hebben mid. Alright, laatste ronde, eerste Final game. Round. Dit is echt zo'n beslissende ronde. Ik zeg het altijd. Weet je wel, eerste match 2-2. Deze ronde moet je pakken, gast. Dit is this is where it all happens. En weer de confirm. En weer die counter. Derek heeft onthouden dat Pika er niet uitkomt. Dus hij denkt, nou, ik ga er gewoon weer voor. Goeie toll in dat geval. Wallbounce attempt, goede throw break. Daar is die mid. Hij blijft gewoon weer niet ontweken door Derek. Dat frustreert hem een beetje, denk ik. De orbital over die Ripple. Het was toch goed bedacht? Ja, dat was sick. Wordt daar uit de lucht geschept. Oh, hij mist die wall break. Geen counter op de down 4, maar wel op de down jab.
beetje leven voor Derek. En de Republican. Nog zo te zien with punish. Finish de ronde. 1-0 voor Pika. Allee, Pika. Volgens mij zijn de streamchats zijn volgens mij fans van Pika. Ja, dus, is dat zo? Oké. Okay. Nice. Dus dat is een hype stream. Allee, Pika. Ja, blijkbaar. Don't ask me. Ik ben eigenlijk helemaal niet bekend met hem. Want hij komt uit België. Maar als een accent te horen, heeft hij een Spaans accent. Oké, okay, nou ja. Ja. Kan een migrant zijn natuurlijk. Hè. Dus Europa dan is het Bamos, Bamos, Pika. Ja. Nee, maar Bamos, Allee, Pika. Dus ik denk, hij ziet dan... We fusen het gewoon. Ja, precies. Het is hele... Allee, vamos. Alles van het continent. Oh, alle smaakjes. Allee, vamos. Let's go. Laten we gaan. In Nederlands klinkt het echt een stuk minder hype, maar goed. Ik en jou. So be it. Daar ga ik. Let's go. Infinite stage. Republican. Pika eerst in met de volgende. Oh, de orbital. Maar een counter. Oké, kleine punish op springkick naar die combo drop van Action Faction. Tweede hit. Beetje delay. Ik hoor daar al hype op de banken. Oef! Net geen whiff punish op hier. Nice counter van Pika. Op de backtrack is op. Oké, low mix-up. Hij gaat voor de Oki. No one home. En weer die jump back rap. Anti-AOP daar is wel echt tof van Pika. Leuk om te zien, man. Hoe die dit, ik zie het niet heel veel geezers dat doen trouwens. Die jump back Shippuken. Ja, je ziet het niet te veel. Weinig, hè? Ja. Ja. Nou, dat is wel een goede tech. Dus als er Geese-spelers in de chat zijn... Vooral in zo'n situatie waar weinig tijd is en jij hebt veel voorsprong. Want dan weet je dat hij gaat willen approachen. Zo, eronder door! Derek, hij valt niet in slaap. Hij is toch een beetje klaar met die mix-ups. Kijk wat hij kan doen op deze infinite stage. Nice, size draai van Pika. Perfect, man. Dat was echt... Oeh, de launch! Oh mijn god, hij loopt zomaar die launcher in. Min 13 risico van Action Faction, maar de face-off en een beetje Okie's hem, mix-up hero. Oh, de launcher en de down jab. There we go again. Meter, dash cancel naar een down jab. En Pika gewoon op weg. Excellent signature stuff van Pika. Daar is een overwinning I zonder coaching. The is happy. Oh. Nice punish. Die was min 13 geloof ik. Dus. Kijk, het kan twee kanten op. Je kan zeggen, hey, bam. Hij wil misschien winnen, die Action Faction, maar Pika heeft zichzelf net zo hard Pika te bewijzen. Pika is echt on the way to victory. Zonder die coach. 1-0 en 2-0 voor. Dit is gewoon, je rekent jezelf bijna al gewonnen, maar dat is hoe je verliest, toch? Dus, oh, de orbital. Oh, geen maar daar wel. De counter is van Action Faction. Die zag daar, hij deed down back uit backturn om een beetje afstand te creëren. En daardoor had hij tijd om die counter tussen die string te plaatsen. Jij ziet dat, hè, als linksspeler. Oh mijn god. Goeie rit op die backturn cancel. Pika is looking for the win right now. Hij is niet op zoek naar een 1-1. Hij gaat hem nu pakken. Jeez komt eraan. Goeie blok. Republican. Orbital overheen. Daar is... Ja, dezelfde setup, maar het was geen counter deze keer. Hij heeft geen meter. Kan. Oh. Oké, nice. Down 4 op de Cali roll. En een float van Action Faction. Een goede conversion. Hij ziet dat hij hopkick airborne hit. En een kleine mix-up. Full screen. Oh, running 3 over de Republican heen. Goede tool daar al. En één mix-up voor de kill. Nee, hij blokt die dash pressure. Back 1. Oh, oh mijn god. De check daar en dan voor het 1. Deze niet eens hoeven gebruiken. Final round. Gaat Pika hem weer pakken? Of blijft Action Faction leven in deze set voor een 1-1? Nice punish. Ik durf gewoon niet meer dat te praten. Dat is wat van vorige match. Vorige plus match frames. Die geen één keer. Oh, de nice. AOP! AOP en dan... Hij ging er langs. Counter en down 4, oké. Okay. Action had net een slash kick gewift, zo te zien. Oké, springs komen eruit. Oh, mix-ups. Goede damage. Geese met rage, though. Alles kan gebeuren. So Shumi, hij blijft op de grond. No, die guaranteed hit! Oh! En derde hit van So Shumi raakt hem net aan. Derek stays alive. Action Faction. Hoe heet die move? Looking for revenge against the coaching. Character select? Oh, Pika. He has something up his sleeve. En Action Faction is daar aan het dansen. Hadden zoals je kan zien. De African genes Action are coming out. Juicht altijd te vroeg. Ghanese trance komt naar boven. Hij heeft één match gewonnen. Ander pakje misschien. En mijn button is wel goed. Even ademen. Is ook goed. Is ook goed om te doen. Oh, no. Dat mag niet. Oh. Ja, maar heeft zijn character niet veranderd, toch? Oh ja. Hij is nog steeds Geese. Ik ben aan space.
Ik ben te hype. Ik ben te hype. Maar je zit nu ook in die regels. Ik kan toch? Gewoon. Er mag geen één regel gebroken worden. Handle, let dus. Op, let op. Oké, this is what it all comes down to, man. Een match off stream met coaching die gereplayed moet worden. Best of three op stream zonder coaching. Ongelooflijk, hè? Hoogste salvo mogelijk. Het was goed van hem. Het was goed van hem om terug te gaan. Ja. Oh, even composure. I got this. Ik ben even mijn eigen coach. Dit is echt, nu is inner het vol focus van beide players. Kies charge inner die zen. Gaat die top 4 in. Xiaoyu doet haar even haar welkomstdansje. Dit is echt voor een top 4, voor een kans op die Evo prijs, weet je. Voor die mooie bokaal die we hier voor ons hebben staan. We zien wat meer poking ook vanuit Pika's kant. Oké, okay, Action houdt het rustig, maar hij staat wel flink achter. Nice. En dan 2 confirm. Overtuigend Pika, goede mid confirm. Na 4 en een mix-up. Bam, allemaal natural. Break the wall, volgende wall. Oh, iets te vroeg zat zien. Oké, nu heeft hij special wall pressure, maar een knietje in zijn rug. Damn, Pika wil dit graag. Dit is een mooie conversion van Pika, gaat voor de muur. Ja, dit kan het zijn. Bam. Ground throw, niet eens nodig. Pika, excellent execution deze laatste match. Snelle 2-0 voorsprong. Is he gonna run away with it? Once again. Oh, de hopkick van Action Faction. Read op die down 4. Wall break. Oké, glas gebroken. Glas zet erop komen. Mix-ups hier, back to it. En Gies, met een power crush. Twee keer achter elkaar. Bandit. En wat gebeurt er allemaal? Je over de muur, op de muur, oh, tegen nice de muur. Okie. Nice okie van Pika, man. Keeps some gas in. Oh mijn god, en de back 3 pick-up. Wall is weg. Oh nee, we hebben deze wall nog. Dat is hem. GG's. En hij pakt het alsnog overtuigend. Super netjes gedaan van Pika. Mooie 3-0. En we gaan gewoon door naar de finals, hoe het uiteindelijk was. Juist, ja. We zien het uiteindelijk, de regels hebben niks veranderd. Epic tiebreaker. Zo zie je maar weer. Maar het was wel epic. Het was echt.